Nou, ik had er eentje gezien. Ik denk dat dit ook wel heel erg goed bij mijn woning past. Dit is wel dat stoerder, hè? Eigenlijk. Ja, het is heel industrieel. En ja, dat zie je deze tijd natuurlijk veel meer ook terugkomen. Dit is denk ik een beetje wat jij bedoelde, toch? Ja. Ja. En Frens, dit zijn steenschips, hè? Dit zijn steenschips. Deze zijn gezaagd van echte oude steen. Het is een authentieke, gebruikte steen. Ja, want hij heeft een hele nieuwe woning, maar die wil je een beetje industrieel laten lijken, toch? Ja. Ja, nou ja, volgens mij is dit geschikt. Dit is uitermate geschikt. Het past perfect in de industriële sfeer. Het is een oude baksteen. Daar is een stukje van afgezaagd. En dat zie je hier. Nou, je hebt de baksteen, zoals je hem hier ziet. Daar heb je verschillende varianten in. Je hebt ook nog natuursteenstrips en zelfs ook nog strips van hout. Wat vind je hiervan? Ja, ik vind hem heel mooi. Misschien wordt het hem wel. Maar zullen we ook nog even verder kijken? Ja, is prima. Ik ga je de andere laten zien. Oké, dankjewel. Nou, ik wil jullie als eerste deze laten zien. Dit is ook weer een steen die gezaagd is van een echte oude steen, maar dan grijs. Ja. Dus weer een hele andere sfeer. Want hoe komt zo'n collectie nu eigenlijk tot stand? Nou, we zijn constant op zoek naar aparte producten, exclusieve producten. En dat kan ene keer een baksteen zijn en dan weer een natuursteenschip. Soms kunnen we het niet vinden en dan laten we het maken. Wat ik jullie ook wil laten zien zijn de houtstrips. Houtstrips die worden ook in een Z-vorm geleverd, zodat je ook weer geen overgangen ziet van het ene paneel naar het andere paneel. Ja. Nou, het is een stukje recycled hout, verlijmd op een boordplaatje. Oké. En dat wordt gespijkerd aan je wand. Ik vroeg me af, wordt dat niet stoffig? Er kan uiteraard een beetje stof opvallen, maar je kunt het eigenlijk heel eenvoudig schoonmaken met bijvoorbeeld een swiffertje en dan... Dus het is heel gebruiksvriendelijk. Ja, zeker. Onderhoudsvrij. En je had ook nog een frustratie op je wensenlijst staan. Die hebben we ondertussen ook opgelost, volgens mij. Ja, die is ook gaaf. En dit lijkt op hout, maar dit is ook keramiek? Het is een keramiek. We noemen dat keramisch parket. En dat hebben we ook in verschillende varianten. In lengtes, breedtes en ook in voelbare structuur. Oh, oké. Okay. En tegels gaan beter in combinatie met vloerverwarming dan echt hout? Dat klopt. Het geleidt de warmte veel beter als een isolerend materiaal, zoals hout. En hebben hier nu ook verschillende patronen in, zoals bij echt hout? Dat klopt. En ook visgraat kun je bijvoorbeeld een visgraatvloer maken in keramisch parket. En zo zijn er nog meer varianten. Hier laat ik jullie de grote tegels zien van 90 bij 90 in een betonlook. Hier zit een mooie glans in, hè? Als het licht erop schijnt, zie je dat? Oh ja. Nou, een grote betonlook. Die zag je een aantal jaren geleden al opkomen, maar die waren een beetje blauw-grijs. En tegenwoordig zien we veel meer beige-achtige tinten. Okay. Ja. Nou, en als je dan een stripje hebt, dan plak je dat tegen de wand met een schuivende beweging. En eigenlijk blijft die al hangen. Oké. Okay. Dit is het principe. Maar dat moet jij zelf ook kunnen. Ja, ik je denk juist... het wel. Probeer jij dat maar eens even. Laten proberen. En de lijm is al geplakt. En dit is de mooie kant. Ja. Ja. Het hoeft niet perfect recht, hè? Dat is juist het mooie van deze tegels. Zo. En als je ze nu bestelt, hoe lang duurt het dan voordat je ze in huis hebt? Normaal gesproken kun je ze binnen één dag in huis hebben. Gaat wel mooi zo, toch? Ja. Kind kan de was doen. Kijk, super, dankjewel. En hoe lang duurt het voordat het droog is? Na een dag kun je het gaan voegen. Ja, oké. Ja. Mooi. Had je je kleurvoeg al gekozen? Nog niet, ik denk dat we dat moeten gaan doen. Precies, en je kunt kiezen uit twee kleuren, grijs of wit. Oh, inderdaad. Vond je dat contrast mooi of niet? Ja, zeker. Doe maar een beetje contrast erin. Ja, nou ja, dan toch die witte, hè? Ja, en je kunt hem volvoegen of een beetje terugvoegen.